Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag dit hele leuke witte truitje haken. Ik noem het de crochet white top en het is gehaakt van de Nova wol van Vibra. Je kan het op 60 graden wassen, maar je kan het niet in de droger doen. Dus verder is het wel een hele fijne katoen om te haken. Ja, hij kost 1,79 op het moment en je hebt een aantal bolletjes nodig, ongeveer 6 voor maat M, 7 of 8 tot maat LXL en 9 bolletjes voor maat XXL. Ik zal je zo vertellen wat je nodig hebt en dan gaan we beginnen. Het truitje wordt gehaakt op haaknaald 3,5, dus die heb je nodig. Je hebt nodig een schaartje, een paar spelden om de delen aan elkaar te haken. Het wordt in 4 delen gehaakt, 4 dezelfde delen, dat leg ik zo uit. Een stopnaald, een centimeter en een paar steekmarkeerders. En het is altijd handig om een pen en een schriftje bij de hand te hebben. Ik leg even alles netjes weg, tenminste het katoen blijft liggen. Ik heb er ook een beschrijving van, die ben ik nu nog aan het uitwerken, maar daar staat ook in een diagram, dan hoef je niet elke keer het filmpje terug te kijken, en de matentabel, maar die matentabel heb ik ook hier in het filmpje. Voor maat M maak je 4 dezelfde afmetingen qua met het patroon. Dus voor de lengte heb je dan 50 centimeter nodig en voor de breedte 25 voor een emmetje. Dan gaan we de basisketting opzetten en voor maat M is het 58 losse steken. En in de beschrijving staat de L, de LXL en de XXL. Ik zal die afmetingen ook nog hier achter het filmpje zetten, of voor het filmpje kan je het altijd nog terugkijken. Waar je de steekmarkeerders moet zetten, dan kan je even het filmpje op stil zetten, dan kan je het hier zien. Kijk, bij de armsgaten vanaf de schouder op maat M op deze afmeting, LXL op deze afmeting en XXL op deze afmeting. En midden voor ga je vanaf de onderzijde je steekmarkeerder zetten en dan naai je het vanaf de onderzijde dicht. En midden achter, die is natuurlijk langer, want dan sluit het, even hier laten zien, de volpagina pakken. Kijk, voor heb je hier, ja, zo lang als dat je het wil laten sluiten, en achter loopt het hoger door. En het is gewoon een V-steek, dus het is heel makkelijk. Maar we gaan beginnen met 58 steken. Ja, het is echt fijne katoen. Even het begin zoeken. Pak je haaknaald en je maakt een opzetlus. Even de camera goed zetten dat je het goed kan zien. En ik zit even te kijken, ik heb witte wol of witte katoen, dus ik zal eventjes een ondergrondje neerleggen zodat het beter zichtbaar is. Je ziet me zo terug. Ik heb even een ondergrondje gemaakt zodat je beter de witte wol ziet, witte katoen. Je maakt een opzetlus en je maakt 58 lossen en dan moet je uitkomen op ongeveer 25 centimeter. Dus als je 58 los hebt, dan zie ik je weer terug.
Ik heb nu 58 lossen opgezet en ik kom op meer uit dan 25 centimeter, maar we gaan dadelijk het eerste stokje, kijk, ik kom op, even goed meten, 31 centimeter, maar omdat we dadelijk de eerste drie wordt meegeteld als stokje en dan gaan we hier dus de V-steek inzetten en het valt, het is een ruim vallend topje, kijk, het valt gewoon lekker ruim, dus zo kunnen we uitkomen. En het zijn allemaal rechte banen, het zijn gewoon vier banen die we moeten maken. Ik pak even het diagram erbij en dan zie ik je zo weer terug. Kijk, in het diagram staat dat je de 1, 2, 3, 4, 5 in de zesde losse moet je een stokje gaan steken en dan maak je twee losse steken en weer een stokje in die zesde steek. Dus daar gaan we mee beginnen. Een, twee, drie, vier, vijf, zes. Dus in die zesde, daar gaan we een stokje in maken. We gaan twee lossen, ik heb een beetje een naaldje, twee lossen maken. En dan gaan we in diezelfde steek, daar gaan we weer een stokje zetten. Pak ik even weer het diagram erbij. Dan gaan we 1 losse maken en we slaan 3 lossen over. We gaan 1 losse maken en we slaan 3, 1, 2, 3 over en in de vierde maken we weer een stokje. Dan gaan we weer 2 lossen maken. 1, 2. En dan gaan we weer in diezelfde, daar gaan we een stokje zetten. En dan ziet het er zo uit. Dan ga ik nog een keer meten. Nou, ik kom op 28 centimeter, maar als je je omvang meet, dan weet je ongeveer hoe groot jouw omvang wordt, want je hebt dus 4 van deze delen ga je maken. Even 1 losse nog. En we gaan even eerst de steek oefenen. 1, 2, 3. En in de vierde zet je een stokje. Dan maak je weer 2 lossen. 1, 2. Dan ga je weer in diezelfde steek. Daar ga je een stokje zetten. En 1 losse tussen die V-steken. 1, 2, 3 sla je over. En je maakt een stokje. En ik vind het, even kijken. 1, 2, 3 sla je over. En je gaat een stokje maken. Nou, deze wil echt niet lukken, maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon nog een keer proberen. Dan 2 lossen. En in diezelfde opening weer een stokje. Dan weer 1 losse. Dan slaan wij weer 1, 2, 3 over en in de vierde een stokje. Dan weer 2 losse. 1, 2. En dan in diezelfde opening weer een stokje en een losse. Zo. En deze toer ga je zo helemaal afmaken tot het eind en dan zie ik je weer terug.
We zijn nu op het einde van de toer, van het patroon, en het heeft maar eigenlijk één patroon, maar de eerste toer is altijd eventjes goed opletten met de V-steek. En we zijn op het einde, we hebben hier nog een stokje en een losse gedaan, en dan gaan we weer 3 steken overslaan en in de laatste zetten we dus een stokje. En dan gaan we 3 lossen maken. En we keren het werk als een blaadje zo. Je draait je werk. En dan ga je een V-steek weer hierin zetten. Dus je maakt een omslag en we gaan een stokje in deze V-steek zetten. Dan weer 2 lossen en weer een stokje in de V-steek. Dan weer 1 losse. Dan gaan we naar de volgende V-steek, omslaan en een stokje. 2 lossen, omslaan en in de V-steek. Daar zetten we een stokje. Even opnieuw, een nieuw stokje. In de V-steek een stokje. En dan krijg je weer een V-steek, zie je? Het is echt een lekker patroontje voor bij de tv, hoor. Twee lossen. En weer in de V-steek een stokje. Een losse en dan ga je naar de volgende, niet hierin steken maar in de V-steek. Dan ga je 2 lossen maken, 1, 2 en in de V-steek weer een stokje. Dan 1 losse en in de V-steek weer een stokje en 2 lossen en weer een stokje en een losse en een stokje in die V-steek, 2 lossen en een stokje in de V-steek en een losse en dan ga je weer naar de volgende, een stokje en 2 lossen en weer hierin een stokje. En zo ga je door tot het einde van de toer. Zie je hoe leuk het eruit komt te zien? Het is echt een ja, een V-steek. Het is makkelijk, want je maakt eigenlijk 4 gelijke delen. En ik zal het je zo verder nog uitleggen, maar we gaan eerst even de steek oefenen. En op het einde zie ik je weer terug. We zijn nu bijna bij het einde van de tweede toer. We gaan nog 1 V-steek hier inzetten in die laatste V-steek. 2 lossen en nog een stokje. En 1 losse. En dan gaan we de laatste steek van die 1, 2, 3, die derde steek, die pak je en daar gaan we een stokje inzetten. Dus hierin gaan we een stokje zetten. Dan gaan we 3 lossen maken. 1, 2, 3. En we keren het werk. Zie je? En nou zitten al die V'tjes zo, die zitten boven elkaar. Die horen netjes. Ik zal het even neerleggen en voet de camera erop. Ja, dan krijg je een beetje schaduw. Zo. Dan krijg je die V-steken allemaal op boven elkaar. Dus je keert het werk met 3 lossen en je gaat weer in die eerste V-steek je
stokje zetten, 2 losse en weer een stokje, 1 losse en weer een stokje in de volgende V-steek en 2 losse ertussen. Ja, dit is de uitleg van de V-steek en ik ga nu verder met het uitleggen hoe je het truitje kan maken. Dus ik leg dit even weg en ik pak nu even het patroon erbij. Kijk, je maakt die delen. Ik zal deze ook nog even in het filmpje zetten. Je had maatje M, je hebt de maatje LXL. En je hebt maat XXL en die aantal steken die staan hier, dus ik zal dit dadelijk even apart nog even fotograferen en in de film zetten. En als je dit aanhoudt, dan heb je je midden voor hier en als je dus 4 van deze afmetingen hebt, dus ja, van jouw maat, dan moet je 4 keer deze afmetingen maken. En dan heb je het midden voor en op het midden voor, dan moet ik heel eventjes kijken waar ik het heb staan. Even iets verder. Moment. Ja, deze heb ik net al laten zien. Midden voor maak je de panden aan elkaar vanaf 14 centimeter. En voor deze maat is het 16 en voor deze maat is het 18. En midden achter maak je vanaf 74 centimeter je maak je dicht de 2 panden en maat LD 76 centimeter en maat XXL 78 centimeter. En de zijnaden die sluit je tot je de armsgaten hebt, dus je houdt de armsgaten over en voor maat open, sorry. En voor maat M hou je 24 centimeter open, maat LXL hou je 26 tot 28 centimeter open en maat XXL hou je 30 centimeter open. Maar is het nou zo dat je arm dikker of dunner is, ja, dan maak je gewoon het armsgat smaller of juist groter. Ik zal deze maten nog even fotograferen en hierachter plakken. En ja, dan kom je erbij dat je nog een bies moet maken. En die boord die maak je met alleen maar stokjes. Dit zijn alleen maar stokjes. En die boord, die maten van de boord, die zal ik hierachter plakken. En dan kan je aan je truitje beginnen. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken, graag duim omhoog en hierop abonneren, hieronder op mijn foto. En dan zie ik je bij de volgende video weer terug. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.